Kaya proficiat. De eerste twee sets waren heel vlot. Hoe komt dat? Bedankt. De eerste twee sets waren inderdaad vlotter dan verwacht. Ik denk dat we vooral een risico hebben genomen in ons opslag. En dat is echt wel gelukt, want mijn receptie was niet echt onder controle, waardoor dat wij eigenlijk speelsters meer konden verdedigen, speelsters konden uitschakelen. En ik denk dat dat dus de derde set een beetje is weggevallen. Misschien ook de spirit zo een beetje minder, aangezien ja, dat is meestal zo dat de derde set echt wel moeilijker is. Zeker als je 2-0 aan het winnen bent, ja, dan heb je zo meer vertrouwen en zo. Dus, ja, maar ik ben blij dat we de derde set nog hebben kunnen rechtzetten. Dus ik ben wel trots op de ploeg. Morgen wacht Italië. Wat verwacht je daarvan? Het zal terug begin van 0-0. Hè. Ik bedoel, ik denk niet dat het terug zo vlot zal gaan zoals vandaag. Dat is weer een helemaal andere ploeg. Persoonlijk heb ik nog niet tegen Italië gespeeld. Dus dat is weer een ploeg dat ik persoonlijk niet ken. Deze zomer hebben we ook nog niet echt tegen deze Italië gespeeld. Wel tegen een andere ploeg. Dus ja, het zal moeilijk worden. We zullen terug ons best doen om ons niveau te halen. En ja, proberen te vechten voor elk punt. En ja, we zullen zien hoe dat zal aflopen, maar we zullen zeker ons best doen.